Als adviseur, vaak in verkoop, heb je de taak om jouw klantsituaties goed te inventariseren en kwalificeren. Wat heeft hij nou werkelijk nodig? En hoe kan jij de vertaalslag maken dat als hij geld investeert, het daadwerkelijk een goede investering is? Maar om de klant goed te kunnen begrijpen, goed te kunnen helpen in zijn aankoop, is het cruciaal dat je begrijpt welke stappen de klant reeds heeft doorlopen en welke stappen ze nog moeten doorlopen. Ik noem dat graag het voor- en het na-traject. En die kan je definiëren in heel veel stappen. Ik heb er 12 gedefinieerd. En het belangrijkste is, welke stappen heeft jouw klant al doorlopen voor het moment dat hij jouw contact opnam? En welke moet hij nog? En wie zijn er betrokken en met welke bril kijken ze? Prachtig onderwerp om heel veel vragen over te stellen. Maak ze klantgericht en je zult waarschijnlijk hele mooie gesprekken hebben. En veel meer informatie hebben om te weten wat jouw kans is en hoe goed jij ze daarbij kan helpen. Succes! Wil je meer van de toepassing weten? Kijk op de website talentmotivatie.nl/vraag en staan nog meer tips. Succes, dank je.